Ja, sommige mensen zeggen dan, oh, is het een hype? Zeg, nee, het is zichtbaar. Het is eindelijk zichtbaar. Welkom allemaal in de Bali. Welkom bij Polyamorie, de slaapkamer is politiek. Monogamie is nog steeds de standaard in onze samenleving in ieder geval. Maar er is natuurlijk veel meer mogelijk. Daar gaan we het vandaag over hebben. En dan voornamelijk over wat polyamorie te bieden heeft. Kirsten van Tuin wil ik als eerste weer naar voren vragen. Theatermaker. En Xiuyang Cao. Wat verstaan jullie onder polyamorie? Voor mij is polyamorie dat ik met mijn vriend ben en met mijn vriendin ben. En wat ik net al uit de zaal hoorde, dat daar... dat die dingen kunnen veranderen. Dat ik met hem het team was en zij kwam daarbij. En dat ik nu ook met haar een team ben. En dat verandert steeds. Ja. Hoe ik het zie is dat je in staat bent en gelooft in meerdere liefdes. En dat dat naast elkaar mag bestaan tijdens dezelfde tijdsbestek. Dus in een monogame verhouding zou ik zeggen, je hebt een relatie. Daar besteed je al je tijd en energie in. En dan werk je ergens naartoe. En dan... weet je wel, ga je verder ermee. En dan is het ook uitgesloten dat je met iemand anders dan een romantische intentie zou hebben. En dat dat dan ook vaak afgestraft wordt. Dus ik zou zeggen, in polyamorie houdt het eigenlijk voor mij in dat ik liefde laat leiden. Hoe zweverig dat ook klinkt. Maar dat ik daarin mezelf niet laat beperken door een ander. En hoe ben je in een polyamoreuze relatie beland? Ik heb zelf altijd best wel veel moeite gehad met liefdesrelaties. Dat kwam vanuit trauma, dat kwam vanuit mijn cultuur, van hoe ik mijn ouders heb gezien en hoe zij liefde hebben geleid. Maar tegelijkertijd ook wat ik heb meegekregen vanuit de televisie, vanuit muziekvideo's, vanuit eigenlijk alles waarin de norm monogamie is. Dus toen ik opgroeide, merkte ik eigenlijk al vanaf heel jongs af aan, ik zou zeggen op de basisschool eigenlijk al, dat ik verliefd was op meerdere kindjes tegelijk. En ja, op dat moment dan leg je er niet gelijk een link aan. En op een gegeven moment werd ik ouder en ging ik echt serieuzere relaties aan met vriendjes. Toen de tijd was ik er nog niet achter dat ik queer was. Dus ik had eigenlijk altijd vriendjes. En zodra ik durfde om op te brengen dat ik eigenlijk ook andere connecties zou willen exploren, was dat eigenlijk altijd een harde nee. Van nee, je bent mijn vriendin en als jij van mij houdt, dan wil ik niet dat jij met een ander het bed induikt of dat een ander jou aanraakt of wat dan ook. En ik merkte dat toe-eigening voor mij heel lastig was. En daardoor op een gegeven moment toen ik mijn huidige partner leerde kennen, had ik al heel veel relaties achter de rug. En ik herkende van hoe ik altijd een relatie vorm heb gezien is eigenlijk niet hoe ik het zou willen zien. En toen ben ik onafhankelijker geworden in wat wil ik eigenlijk uit de relatie. Dus toen ik hem ontmoette, toen was ik eigenlijk net pas erachter gekomen dat ik queer ben. Dus ook op andere genders val in plaats van alleen op cis mannen. En toen heb ik vanaf het begin gezegd van ik vind jou heel erg leuk. Ik zou ook heel graag verder willen bouwen aan onze relatie. Maar dan zou je er wel akkoord mee moeten gaan dat ik ook connecties met eventueel andere genders zou willen uitzoeken. Omdat ik dat mezelf gun. En daar was hij eigenlijk van het begin heel open over. Dus dat was bij ons eigenlijk een verhouding waarin ik de vrijheid had om dat te doen. En had hij zelf toentertijd niet per se de behoefte om dat te doen. En dat is door de jaren heen, nadat wij op een gegeven moment 4 jaar lang een relatie hadden en samenwoonden, was het toch wel van, ik zou dat ook willen. En toen is hij er ook achter gekomen dat hij queer is. Dus dat was heel bijzonder. Dus dat was voor ons eerst een open relatie waarin het meer seksueel was. En toen was het zo van, ik kan niet echt seks hebben met mensen waar ik geen gevoel voor heb, dus het wordt eigenlijk heel snel toch polyamorie. En Kirsten, hoe was het voor jou? Nou, bij mij heeft het best wel lang geduurd. Want ik had net een huis gekocht met mijn vriend. Het is ongeveer 7 jaar geleden. En toen werd ik dus verliefd op een vrouw. Ik was net 27 en ik wist helemaal niet dat ik dat kon. Dat dat op mijn spectrum zat. Dus ik heb eigenlijk 2 partners die mij al 7 en 9 jaar begeleiden in dit alles. En ik ben de eerste 3 jaar heb ik totaal in de kast gezeten. Totaal alles op geheim gezet. Zelfs contracten laten ondertekenen. En wat bedoel je dan met de eerste 3 jaar? De eerste 3 jaar van dat zij zeiden, wij zijn er beide. Wij staan beide naast je. Dus was je eerst met één van die... Eerst was ik met mijn vriend 2 jaar. Ik had net een huis gekocht. Ik werd verliefd op haar. En ik was alleen maar in paniek de hele tijd. En ik dacht meteen, ik moet kiezen en dit kan niet naast elkaar. En zij waren al veel verder dan ik daarin. En zij hebben heel veel
ja, hoe zeg je dat, geduld met mij gehad. Ik denk dat dat heel erg komt, ook door waar je vandaan komt. Ik zeg altijd, ik kom uit een Goois hockeygezin. Ik kende niks anders dan de norm. Ik kom uit hetero, heilo, waar zelfs de kapper niet gay was. Weet je al dat? Ik heb echt heel lang gedacht dat ik gek was. 7 jaar geleden waren er geen boeken over, waren er geen films over, geen series. Dat was er allemaal niet. En op een gegeven moment ga je googlen. Ik heb last van 2 liefdes, ga ik nu dood? Dat is, dat, weet je, je kan echt nergens. Ja, ik had natuurlijk het monogame drama had ik gevonden. Dus je gaat boekjes vinden. En ik ben zo bang geweest voor het uit de kast komen naar mijn familie. En naar hello, naar hetero, hello. En ondertussen woon ik met hem samen, woon ik met haar samen. Heb ik 2 huizen. En ben ik de rijkste bitch op aarde. Ja. En ik zeg ook altijd, ik heb eigenlijk een monogame relatie met 2 mensen tot nu toe, want alles kan veranderen. Maar hoe ik op slot heb gezeten en hoe ik gedacht heb dat ik en wij niet bestonden in deze wereld en deze tijd, dat is echt ziekelijk geweest. Echt tot aan maagzweren in het ziekenhuis aan toe. Dus dat wegstoppen van die liefde en denken, wij bestaan niet. Ja, dat is. Want hoe en dat deed je dat dan de eerste 3 jaar? Want je had het net even alles in het geheim. Ik heb ze een contract laten ondertekenen. Ik was net aan mijn cabaretcarrière begonnen. En ik heb ze een contract laten ondertekenen dat niemand daarachter mocht komen. En wij, ja, ik heb 3 jaar lang dus mijn vriendin ontkend naar die buitenwereld. Wat super pijnlijk is. Dan heb je Kirsten weer met dat nichtje op een feestje. Maar dat was echt. Waarom is ze nou met haar nichtje aan het zoenen? Ja, nou ja, nee. Dat durfden we niet in het openbaar. Nee, nee, nee. Maar ik schaam me er echt voor nu. Ik schaam me ervoor. Maar het was 7 jaar geleden. Ja. Ik ben zo blij. Weet je, sommige mensen zeggen dan, oh, is het een hype? Zeg, nee, het is zichtbaar. Het is eindelijk zichtbaar. Want dit was er 7 jaar geleden echt niet. Ik vond dan Linda-artikelen met hele geseksualiseerde, ordinaire plaatjes. En dat ik dacht, oh, dat ben ik niet. Oh, dat ben ik het dus niet. Dus dat het nog helemaal niet. Er werd nog niet echt gezicht aangegeven. Nee, precies. Dus ik snap dat wel heel kon goed. Kon je nog inderdaad niet herkennen of identificeren, ja, met iemand? Klopt inderdaad. Ja. Want als ik dan echt terugdenk aan de enige rolmodellen, zeg maar. Die ik heb gezien, was het inderdaad gezinnen die dan als stokjes werden neergezet. En joh, ja, ik heb 2 moeders en ik heb 2 vaders. En dan zag je die kinderen en ik dacht alleen maar ja. Beetje Louis Theroux-achtige tafereel. En ook als Chinees meisje die daar naar kijkt met mijn Chinese ouders. Die denken, oh, snel wegzeppen. Wat zijn dit maar voor gekkies, weet je? Dus het is toch wel, ja, dat wat je niet ziet, dat kun je niet zijn. Dus het was wel echt heel interessant om daar dan nu steeds meer gezichten aan te geven die op je lijken. Waardoor je ook inderdaad beseft van, ook ben niet gek en ik mag er zijn en ik hoef me hier niet voor te schamen. Ja, en Kirsten, ze had het net over hetero heilo. Maar heeft jouw culturele achtergrond ook invloed op hoe je je liefdesleven beleefd hebt of besproken hebt? Ja, zeker. Ik denk dat iedere culturele achtergrond wat niet in Nederland de norm is, laat ik zo zeggen. Of überhaupt een culturele achtergrond wat niet wit is en niet religieus. Er zijn gewoon zoveel redenen waarom jij inderdaad niet naar voren durft te komen met polyamorie. En ik denk dat er heel veel schaamte zit rondom de cultuur waar ik vandaan kom. Niet eens alleen op polyamorie, maar ook queerness over seks. Dus laat staan dat ik voor hun. Ik zou kunnen zeggen, ja, ik heb meerdere liefdes. En trouwens, ik val ook op vrouwen. Dat is gewoon iets wat ik me niet kan bedenken. Tot de dag van vandaag. Tot de dag van vandaag zit ik zogenaamd in de kast. Maar geloof ik zelf niet in de term uit de kast komen. Ik geloof heel erg dat je mensen om je heen moet hebben waar je veilig bij voelt. En die je naar binnen laat. Dus ik heb vanaf een hele jonge leeftijd al 2 levens gehad. Dus ja, ik zou wel zeggen dat culturele achtergrond zeker wel een tandje erbij komt. Die nog net wat ingewikkelder is. Ja, zeker. En ik hoor vaak polyamorie is hard werken. Zien jullie dat zo? Ja, toch? Ja, toch? Ja. Heel veel praten, heel veel op tafel. En daarin zijn natuurlijk ook weer 1000 vormen, volgens mij. Hoe het bij ons is gegaan, is dat hij mij letterlijk verliefd zag worden op haar. Dus hij was letterlijk betrokken bij de eerste nacht. Als in niet in dat bed, maar hij zat achter de deur aan de andere kant. En hij dacht, oké, ga dat maar uitzoeken, ga dat maar ondervinden. En de volgende ochtend hebben we meteen met z'n 3 ontbeten en zijn we het gesprek aangegaan. Ik ken haar van een theaterfestival en zij ook. En dat was heel gezellig. En uiteindelijk nodigde hij haar uit
om een keertje bij ons wat te komen drinken. Maar ik zat al met mijn bek vol tanden op dat theaterfestival. Dus ik dacht, oké, nou daar gaan we. En waar hij natuurlijk dacht, leuk, dit wordt een trio. Smeet zij de deur voor zijn neus dicht. Er was nog helemaal niks uitgesproken. Dus het was alleen maar heel veel energie. Maar dat de volgende ochtend, dat hij sinaasappeltjes stond te persen. En dat we met z'n drieën aan het ontbijt gingen. En dat meteen hebben uitgesproken, is dat dus heel organisch gegaan. Omdat er dus meteen gesprek was, meteen communicatie, meteen hoe doen we dit. Waardoor ik altijd heb ervaren dat we heel erg de veiligheid met elkaar daarin oogschouw hebben genomen. En dat hoor ik wel eens fout gaan, dat er geen communicatie is. Of dat mensen elkaar soms wel niet kennen. En dat je dan die trillingen krijgt onderling. En dat hebben wij altijd op tafel geflikkerd, meteen. Maar dat is hard werken. Of zoals onze relatietherapeut zegt. Ik was een team met Jelle. Bibi kwam daarbij. Ik ben omhoog gestegen als de schakelpartner. En ik moet zorgen dat het voor beide veilig is. En dat is het werk, volgens mij. Ik vind het heel leuk om te horen. Want dit is wat jij hebt, dat is ook een verlangen wat ik heb. Dus dat vind ik echt heel leuk om te horen hoe dat dan ook echt in praktijk eraan toe gaat. Want ik heb zelf dan meerdere mensen gewoon gedate naast mijn partner. Waarin ik ook heel vaak verliefd ben geworden. Waarin ik ook de eerste heartbreak heb ervaren. Waarin mijn partner ook echt met zijn handen in zijn haren zat van... Je hebt heartbreak, maar ik ben niet degene die dat heeft veroorzaakt. Hoe ga ik hiermee om? Dus dat zijn weer andere soort verhalen. Maar nog steeds even hard werken natuurlijk. Dus ik zou zeggen dat hard werken zit zeker erin. En voor mij was het zo dat ik best wel wat trauma heb wat betreft vriendjes die heel veel vreemd zijn gegaan in mijn leven. Dus het kostte ook wel wat om daar voorbij te werken en de vertrouwensband te creëren. En ik denk dat ook een groot ding is wat veel mensen denken, dat als je polyamoreus bent, dat je dan ineens niet meer jaloers bent. Of dat je geen jaloezie kan ervaren. En ik denk dat dat echt een grote mythe is. We hebben allemaal natuurlijk jaloezie. De ene wat meer dan een ander misschien. Daar moest ik echt doorheen werken. Dus dat is voor mij het grootste. Dat ik echt vooral heel veel over mezelf leer. En wat wil ik echt? Dat ik moet nadenken over mijn verlangens in plaats van maar gewoon een deken overheen te gooien van ja, we zijn nu monogaam, dus ik hoef niet meer over mijn onzekerheden te denken. Sta ik nu volledig open in mijn kwetsbaarheden en mijn angsten en alle dingen waar ik altijd zo bang voor ben geweest, kan nu ineens allemaal gebeuren en het is ook allemaal zoveel meer zichtbaar. En hoe ga je daar dan mee om? Ik heb genoeg momenten gehad dat ik me echt wel heb geschaamd van maar ik ben degene die toch dit wilde, dus ik zou dit allemaal goed moeten kunnen. En ik heb daar toen heel erg van gebaald dat hij toen thuis kwam van een date en eigenlijk zo ondersteboven was van de dame die hij net pas ontmoet een dag. En dat ik toen heel erg ervan schrok, want ik dacht, nee, dit is het moment dat hij bij me weggaat. En dan moet ik hem. En mijn hele wereld viel eigenlijk in elkaar. Want ik dacht alleen maar van, ik dacht dat ik dit wilde, maar eigenlijk wil ik het niet. En het eerste wat ik dacht van, ik wil het weer gelijk op slot zetten. Dat was mijn eerste gedachte. En daar heb ik doorheen gewerkt. Ik heb daar eigenlijk, het is de eerste keer in onze relatie dat ik op de bank heb geslapen. Dus laat al zien hoeveel moeite ik ermee had. En op een gegeven moment zijn we weer bij elkaar gekomen. Hebben we echt over nagedacht. En ik denk ook dat die diepe dallen, die moeilijke gesprekken die je het liefst eigenlijk niet wil voeren, die eigenlijk de lelijkste kant van jezelf laten zien, dat je dichter bij elkaar brengt. Dus wees ook alsjeblieft niet bang om die gesprekken aan te gaan. Want je ziet elkaar in de meest pure vorm eigenlijk, denk ik. Je hoeft niet meer je te schamen of je ergens achter te schuilen. Want het komt toch wel naar boven. Want eerlijkheid is het allerbelangrijkste in polyamorie. En de communicatie, wat je net zei, is dat als je niet eerlijk bent over je behoeftes, hoe kan je dan dichter naar elkaar toe groeien? Dan kan je het net zo goed niet doen, denk ik dan. Ik zit alweer helemaal in het jaloezie-ding. Oh, ja. Ik denk, lekker, geef me meer. Ja, toch? Dat is toch super interessant? Ik vind het zo interessant dat we verdriet en boosheid en angst en alles mogen we de hele tijd doorvoelen. En jaloezie is een soort van, dat willen we niet en dat bestaat niet en daar mogen we niet doorheen. Ik ken weinig mensen die vanaf hun geboorte polyamoreus zijn en door de maatschappij niet gevormd worden om toch monogame denkwijzes te creëren, laat ik het zo zeggen. Dus het lijkt me ook heel logisch dat als je vanuit de monogame dynamiek in polyamorie eindigt of weet ik veel, beweegt, dat je ook constant dat moet deconstructen, die monogame denkwijze. Ik merk ook dat ik bij mezelf en bij mijn partners en alle mensen om me heen dat ook nog heel erg zie dat we daar echt de tijd voor moeten nemen om dat ook te herleren en erover te praten. Oefenen, inderdaad. Ja. Ja. Nou, hartelijk applaus. Dan gaan we nu wisselen. Zie je, Yang Chao. En Kirsten van Tijn. En dan gaan we de volgende mensen naar voren vragen. Hedy Dancona, socioloog, feminist en voormalig politica. En Joost Horsten van Pluk de Liefde, polyamoreuze stichting.
En Rahiel Roodsas, antropoloog. En heeft ook onderzoek gedaan naar polyamorie. Ook dit boek Intieme Revoluties samengesteld. Hedy d'Ancona, is dit een politiek onderwerp? Ik ben gevraagd om vooral eens te zeggen of de politiek nu eigenlijk schade berokkent aan dit soort van relaties. Omdat de politiek zich richt op datgene wat de norm is en alles wat daar buiten valt. Die merkt dat, die heeft daar nadelen ook van. Onze leus was de vrouwenbeweging, de feministische golf. Het persoonlijke is politiek. Maar waarom wilden wij dat het persoonlijke politiek was? Omdat wij wel wisten dat de eisen die wij hadden, dat die niet aan de keukentafel bedisseld konden worden. En die ja toch moesten ingewilligd worden om ons ook binnen monogame relaties of gewoon als individuen vrijheid te verschaffen. De legalisering van abortus regel je niet aan de keukentafel. Daar heb je de politiek voor nodig. Persoonlijk is politiek. Wat zijn dingen die niet aan de keukentafel kunnen worden beslechterd, maar wat dan toch echt op politiek niveau moet veranderd worden, waar mensen zich zorgen om maken die in polyamoreuze relaties zitten? Nou, liefde en seks, daar kun je nog best naar aan de keukentafel. Weet ik niet of je dat nou regelt. Ik zou liever een andere plek voor een huis zoeken. Maar het punt waar het lastig wordt als het over relaties gaat. En als je relaties wilt geven in een bestendige vorm. En dan gaat het over de praktische dingen. Dan gaat het over wonen. Het gaat uiteindelijk ook over bezit. Uiteindelijk over erfenis. Het gaat zeker over kinderen. En een ondergeschoven aandachtsgebied is ook van hoe ga je nou om met beslissingen als het gaat over belangrijke zorgvraagstukken. Dus euthanasie, maar doorbehandelen. En eigenlijk op die levensgebieden, dat zijn de dingen, daar is niks voor geregeld. En naarmate een relatie meer bestendig wordt, worden dat soort dingen belangrijker. En waar lopen mensen dan tegenaan? Dat er ergens één vakje is voor een partner als contactpersoon. Dat er geen twee zijn. Dat je een hypotheek, inmiddels een beetje, maar dat je een hypotheek heel moeilijk met z'n drieën af kunt sluiten. Of met meerdere. Dat erfenis, dat is niet te regelen met meer dan twee personen. Riel, zijn het ook dingen die in jouw onderzoek terug zijn gekomen? Ja, een concreet voorbeeld gaat over samen een kind krijgen. Dus het was het geval van drie personen die samen een kind verwachten. En dat zij eigenlijk alvast met de gynaecoloog en huisarts afspraken maakten van wij gaan alle drie over het kind en allerlei beslissingen. Niet alleen de biologische ouders. Dus wat zij aangaven was, dit zijn dingen waar we zelf achteraan moeten om het te regelen. Dat is een voorbeeld. En je kunnen registreren, dus kunnen trouwen met meer mensen en wat daarbij komt kijken. En als ik het goed heb begrepen, heeft D66 dat een tijd overwogen om dat als voorstel in te dienen, maar op het laatste moment niet gedaan, met de afweging dat dan ook over islamitische non-monogamie zou gaan. En dat ze om die reden dus daarvan af hebben gezien. Maar misschien weet u daar meer over. Ik zit hier nu ook een beetje als politiek commentator, ja, als voormalig politica. Ik vind het dus dat we de politiek dankbaar kunnen zijn dat er een aantal dingen geregeld zijn. Een wetgelijke behandeling, om dat nu maar eens te zeggen, die in mijn tijd toch alleen maar over mannen, vrouwen, homoseksuelen, lesbiennes ging. Dat was er al allemaal. Maar daar is in de loop van de tijd een aantal letters van het alfabet. En het is nog lang niet afgelopen. Ze hebben er wel wat van geleerd. Maar ze lopen nog steeds erg achter. Inmiddels, naast de polyamoureuzen, zijn er singles. Ook die soms gewenst, soms ongewenst. Er zijn meervoudige gezinnen van mensen die gescheiden zijn en met hun kinderen weer uit twee. Dat is ook heel ingewikkeld. Er zijn allerlei vormen en samenstelling in de samenleving gekomen. Het is allemaal nog heel erg op monogamie. Terwijl daar bijvoorbeeld geen huisvesting voor bestaat. Dus daarom is de politiek ook vrij achterlijk. Dus aan de ene kant heb je ze nodig, heb je beleid nodig. En daar hebben ze een aantal goede dingen in gedaan. Hè? Ik ook. En, maar aan de andere kant, het zou natuurlijk heel veel beter zijn
als mensen zich niet tekort voelen schieten als ze niet aan de norm voldoen. Ik wil ook nog even terugkomen op dat verschil wat er blijkbaar door de politiek gezien wordt tussen polygamie, heet het dan eigenlijk, en polyamorie. En dat dat dan, dat dan de reden is dat bepaalde veranderingen niet worden doorgevoerd. Hoe kijk je daarnaar? Nou, volgens mij het idee is dat legaliseren van polyamorie, erkennen van polyamorie als een relatievorm, dat kan onder het mom van een soort progressieve ontwikkeling. Maar hetzelfde gaat niet op als het gaat om de islamitische versie daarvan. Dat wordt vanuit politiek gedacht en daar zou D66 zeker niet mee geassocieerd willen worden. Dus ik denk dat dat de afweging is geweest. En is het dan ook zo verschillend? Is het ene dan progressief en het andere niet? Of kan liefde überhaupt progressief zijn? Ik heb in mijn onderzoek ook gesproken met moslimvrouwen die niet monogame relatie hebben of huwelijk hebben. Er zijn fundamentele verschillen op het gebied van gender bijvoorbeeld. Dus bij polyamorie is het niet zo dat alleen maar de man meerdere vrouwen relaties mag hebben met vrouwen. Maar in de islam wel. Dus alleen maar de man mag meerdere relaties aangaan en de vrouw niet. Tegelijkertijd, als je naar verhalen luistert van die vrouwen, dan is dat niet zo dat zij dagelijks met onderdrukking te maken krijgen of dat, dat het niet hun eigen keuze is geweest. Dus die voorstelling en die stereotypen, associaties met religie en islam in het bijzonder, die hoeven ook niet te kloppen. Ongetwijfeld komt dat ook voor, maar ik heb ook andere verhalen gehoord. Ja, en is het dan zo dat polyamorie dan ook genderongelijkheid bevordert? Ik heb ook verhalen van polyamoreuze vrouwen gehoord die zeggen dat er ook heel veel stereotypen binnen de gemeenschap bestaan over wat polyamorie is. En dat er heel veel mannen zijn die bijvoorbeeld op polyamorie dating sites op zoek zijn naar partners en het idee hebben dat het gaat om, nou ja, wat zij dan noemden seksopzoekerij. En dan als de vrouwen dan bezwaar hebben tegen dat gedrag, dat ze dan als reactie krijgen, maar ja, je bent toch polyamoreus, dus zo doe je moeilijk. Vrouwen proberen zich ook te organiseren binnen polyamorie om ook elkaar te waarschuwen. En met name degene die nieuwkomers zijn. En ik denk dat het ook niet zo gek is, want polyamorie bestaat niet in een vacuüm. Ik bedoel, die structuren bestaan in de hele samenleving en polyamorie is daar onderdeel van. Dus daar komt het ook in voor. Dat wil niet zeggen dat polyamorie per definitie genderongelijkheid in de hand werkt. Dat zeker niet, maar het bestaat wel, denk ik. En kun je eigenlijk iets zeggen over wie polyamoreus zijn in Nederland, zeg maar? Zijn er bepaalde, is dat iets heel randstedelijks of zijn er bepaalde leeftijdscategorieën of etniciteit is iets over te zeggen. Wat mij opviel in het onderzoek, dus het is geen statistisch onderzoek geweest, ik kan niet zeggen over aantallen, dat de gemeenschap overwegend wit, hoogopgeleid en seculier is. Jouw vragen over verspreiding. Behoorlijk homogeen. Afgezien van de aspecten die Rahiel noemt. Polyborrels worden door het hele land georganiseerd. Dat is goed verspreid. Leeftijd zie je een tendens dat naarmate mensen wat ouder worden, dat het percentage van polyamoreus levende wat groter is. Dus juist wat de ouderen, wat bedoel je dan met ouder eigenlijk? Dat gaat van 30, 30 is wat meer dan de 20ers, 40 is meer dan de 30ers enzovoort. Dus het neemt toe. Het is niet dat er een gat in zit van dan krijgen mensen kinderen en dan stoppen ze er even mee. Nee, dat heb ik ooit gedacht, maar dat is niet zo. Ik vind het leuk dat op het platteland de burger. Ik vind het echt ook eerlijk. Want die schijnen ook allemaal achtergesteld te zijn. Dus het is wel fijn dat dit op het platteland en bij de boeren even ver is doorgedrongen dan bij ons. He? In de grachtgordel. Ik vind het eigenlijk wel oké. Okay. Nee, ik wou iets anders zeggen. Eigenlijk is de polyamorositeit, heb ik er erg op moeten oefenen. Maar is ook een soort politieke beweging. Dan wil je het kapitalistische systeem mee omverwerpen. Het paternalistische systeem mee omverwerpen. Hetgeen het dus nog drukker maakt voor jullie. Maar misschien doe je het gewoon bij. Door het te doen. Want er wordt erg overtuigend aan mij uitgelegd. Nu was ik dus al niet zo voor het huwelijk. Maar dat het monogame huwelijk een instrument is om het kapitalistische systeem
in stand te houden. Dus het is er misschien een product van. Maar omdat de vrouw zorgt en reproduceert nieuwe arbeidskrachten. En die man zorgt dat er geld op tafel komt en zich niet al te veel hoeft te bekommeren om. Snap je, zijn jullie er nog bij? Ik vind het namelijk wel. Ik vind het nogal overtuigend. Ja. En dan moeten we wachten tot iedereen polyamoureus is geworden. Weer een applausje. De vrouw die dan gaat baren en eigenlijk vooral taken doet in het huis die, waar je geen geld voor krijgt. Eigenlijk als gratis arbeidskracht wordt ingezet. Dat is op dit moment niet echt meer helemaal het geval. Voor een groot gedeelte nog wel. Maar is er dan nog steeds dat monogamie het kapitalistische winstmodel ondersteunt? Volgens mij blijkt uit meerdere studies van SCP onder andere dat het feit dat we nu inderdaad over zijn gegaan naar een tweeverdienersmodel, dat ertoe geleid heeft dat vrouwen eigenlijk alleen maar meer werken ten opzichte van mannen. Die vraag van de politieke potentie van polyamorie is inderdaad ook mijn onderzoeksvraag geweest. Uiteindelijk is het antwoord niet een simpele ja of nee. Het ligt complexer. In sommige opzichten denk ik dat polyamorie absoluut progressief is. En in andere opzichten ook onderdeel is van bestaande structuren. De focus bij polyamorie zit op het individu en individuele autonomie. Of een liberale notie van autonomie. Wat betekent, we hebben denk ik in verhalen hiervoor ook gehoord, dat je heel erg op jezelf richt en hoe je je in die verhouding verder ontwikkelt en tot steeds betere versies van jezelf, zodat je bijvoorbeeld met die moeilijke emoties kan omgaan. En er komen meer partners bij, maar je bent over het algemeen vooral gericht op die intieme verhoudingen. Om daadwerkelijk disruptief te zijn als een sociale beweging, denk ik dat daarvoor in polyamorie op dit moment de focus op rechtvaardigheid, dus buiten je intieme relaties, nog te zwak is. Het is gefocust op liberale autonomie, maar nog te weinig, denk ik, op gelijkheid, rechtvaardigheid. En ik denk dat dat ook verklaart waarom polyamorie overwegend wit, hoogopgeleid en dat blijkt misschien te veranderen. Als ik heel eerlijk ben, en dan moet ik dan ook misschien jullie teleurstellen, dat in de netwerkactiviteiten zoals wij die organiseren, Dan gaat het niet over de strijd tegen het kapitalisme, de verandering van de maatschappij. Maar is het inderdaad een persoonlijke beleving van hoe vul ik mijn relatieleven in? Hoe vul ik mijn liefdesleven in? En natuurlijk denkt niemand, als hij het monogame huwelijk behoorlijk leuk vindt, althans in het begin zeker, hè, dat je dan het kapitalisme ondersteunt. He, dat doe je, daar denk je niet aan. Maar ondertussen, zo wordt het beschreven, is het monogame huwelijk een ondersteuning van het kapitalistisch systeem en van het paternalistisch systeem. En het onderhoudt inderdaad systemen. Maar wij onderhouden allerlei systemen. Ik bedoel, wij onderhouden ook het systeem, en wij werken ook mee, al willen wij dat niet, aan het racistische systeem. En dat staat dus inderdaad een beetje los. Je kan ook niet zeggen, nou, doordat je in de liefde deze vorm kiest, ben je een neoliberaal, omdat het een individuele keuze is. Want de meeste verliefdheden en zelfs huwelijken, die bestaan op grond van een individuele keuze. Maar daarom mag je wel zeggen dat je daarmee of het systeem geweld aandoet, hè. Dat is dus leuk. Dat doe je ook nog eens. Als je nog tijd over hebt in het polyamoureuze leven. Dat je dan dat je daar wat aan doet. Dat is bijvangst. En niet gering, zou ik zeggen. Moet het gelijkwaardig zijn in een polyamoureuze relatie? Moet het bijvoorbeeld, misschien heeft de ene partner wel behoefte aan met meerdere mensen zijn en de ander niet? Ja, hier zit een politieke component aan en een emotioneel-psychologische component. In die politieke component zou ik zeggen ja. Tenminste, dat je de keuze hebt om dat te doen. Dat moet niet, maar dat je de keuze hebt om je relaties gelijkwaardig in te richten. Dat is de politieke component. De meer psychologische component is,
geef ik het antwoord van, ja, maar wat is dat dan, gelijkwaardigheid? Dat is ook een persoonlijke keuze. Voor sommigen is dat belangrijk, van ik wil alleen maar gelijkwaardige partners hebben. Anderen die maken het veel genuanceerder, van ik heb met jou dit en ik heb met jou dat. En dat is misschien groter, dat is misschien kleiner, of het is in ieder geval heel anders van aard. Voor mijzelf is het belangrijkste effect geweest van polyamorie. Ik heb twee partners, al een hele tijd. En dat zijn ook twee hele verschillende partners. En dat de ene partner die brengt iets anders in mijn leven dan mijn andere partner. En dat onderling aanvullen van elkaar, dat is heel belangrijk. Plus dat die relaties onderling goed in balans zijn. Als dat werkt, dan heb je een goed recept voor een goede polyamoreuze setting. Zijn er vragen uit de zaal? Op basis van wat ik vanavond heb gehoord, heel interessant allemaal. Maar kunnen we dan eigenlijk ook wel stellen dat polyamorie misschien bijna een privilege is, als het gaat om het feit dat het inderdaad hoogopgeleid, klasse, witte mensen, dat je dus de privilege moet hebben om de vrijheid te hebben om überhaupt te kunnen onderzoeken. Want ik kan me voorstellen dat mensen die inderdaad 7 dagen per week werken, als ik kijk naar mijn ouders die ook 6 tot 7 dagen een week aan het werk waren, dat ze dit er helemaal niet bij konden hebben. Dus kunnen we dan eigenlijk stellen dat een polyamorie verhouding ook te maken heeft met privilege? Ja. Hedy Dankonen zegt absoluut. Ja, maar er zijn veel privileges geweest, hè, die nu, laat ik zeggen, voor een veel grotere groep toegankelijk zijn geworden. Maar dat het, als je ziet alleen al de tijd, hè, waar jullie gewoon heel eerlijk over zijn. Aandacht, tijd, energie. Ook energie. Ook nog verdriet en weet ik wat allemaal. Ja, dan moet je dus een beroep hebben waar dat kan. De tijd hebben die dat kan. Het inzicht hebben, dat wat jullie hebben. Veel gelezen hebben. Dus dat is inderdaad een elite. Maar goed, het zijn vaak voorhoede groepen geweest. Die ook een elite waren. Toen de tweede golf, ook de eerste golf van de vrouwenbeweging, maar ook de tweede. Dat waren natuurlijk ook hoogopgeleide vrouwen, zoals ik, die de tijd hadden om achter die stencilmachines te staan, om maar iets heel prozaïs te noemen. Jullie weten niet eens meer wat dat is. Stencilmachine. Maar anyway, ik geloof inderdaad dat dat waar is wat jij zegt. Dat het voor jouw ouders en die hele generatie ook niet mogelijk was. Maar dat het wel zo is, al is het een elite, het is een voorhoede. En je merkt bij zoiets dat het meestal later toegankelijk wordt voor veel meer mensen. Dus het is wel de moeite waard om ermee door te gaan. Oké, tot daar. Hedy Dankona, hartelijk applaus. Rahiel Rosas en Joost Horsten.